Adviseur erfgoed bij de gemeente Nieuwegein. We zitten midden in een traject om de houtskeletbouwwijk in doorslag om de karakteristieke waarden ervan te beschermen. En we hebben net gewandeld met een aantal bewoners in de buurt, wat heel informatief was. Leuk om het enthousiasme te merken bij de bewoners. En we kijken uit naar het vervolg. Ik ben Leon Sebrechts, architectuurhistoricus. We hebben net een hele leuke rondleiding gehad. Veel enthousiasme, veel waardering ook voor de eigen buurt. Dus het was heel leuk om mensen rond te leiden in hun eigen wijk. We staan nu hier op dit mooie groen plaatsje. Centraal natuurlijk die krans rondom de school waar we zo meteen nog gaan kijken. Maar inderdaad, een enorme variatie. Er waren ook twee architecten bij betrokken. Nico Andries en Ton Albert. En een gezamenlijk project dat waren die boven beneden woningen. Na de Tweede Wereldoorlog, dat was vooral natuurlijk een grote uitbreidingswijk. En daarna vonden mensen dat toch een beetje onpersoonlijk. En daar zijn dit soort buurten natuurlijk echt een reactie op. Om iedereen weer een eigen stukje grond op eigen plek te geven. De woontjes zijn daardoor ook afzonderlijk allemaal te onderscheiden.